CLO-voorzitter Ronald Hooghaart laat zich niet uit het veld slaan door de geringe opkomst bij de straatacties. Vandaag trok de voorman van de Centrale van Landsdienaren Organisaties voor de derde dag op rij samen met een duidelijk veel kleinere groep naar het Oude Vlaggenplein om zijn misnoegen te tonen over het huidige beleid. Nieuwsreporter Arantxa Swedo heeft het verslag voor u. Kijkers, goeiedag. We staan vandaag aan de waterkant waar dus de protestacties plaatsvinden van de vakbond CLO. En de trekker van deze acties is dus meneer Ronald Hooghaart. Er zijn bepaalde regels gesteld, zoals het terugdraaien als we kijken naar de koers, aanpak van de medische zorg, onderwijssysteem dat aangepakt moet worden. En zo zijn er tal van verschillende punten waaraan de regering moet werken volgens de vakbond. Ik ben Arantxa en ik doe vandaag verslag van de activiteiten die vandaag hier plaatsvinden. Actietrekker Hooghaart is van mening dat er geen sprake meer schijnt te zijn van democratie. De situatie zou vanuit de regering danig worden gechanteerd met alle gevolgen van dien. Maar we leven nu in 2020. Ik hoor dat een OD van justitie op het balkon is gaan staan om mensen in feite om te kijken waar mensen naartoe gaan. Je moet de mens vrij laten. Kijk. Het is regel binnen die overheid dat als je 's morgens getekend hebt en zeg om 11 uur kun je weggaan en dan is die dag gedekt. Dus geen enkele OD of directeur moest kontnaplek bakarabassi. Zo stinkend zijn we. Kontnaplek bakarabassi op balkon. Ik wil lukusumegwe en ik bedoel het beleid. De mensen, de politieke partijen. Je mag mensen niet afschrikken om hun democratisch recht te gebruiken. De acties worden ondersteund door burgers uit verschillende sectoren. Zo treffen wij Mado Biswajit, die als klein ondernemer ook last ondervindt van de economische situatie. Biswajit is van mening dat de regering geen luisterend oor heeft voor de samenleving en dat staat in tegenstrijd met hun gemaakte belofte. Ik ben ook gemeenschapwerker. Elke dag maak ik dingen mee. Mensen hebben geen brood, geen eten. Kinderen gaan, hebben ook geen brood om naar school te gaan. Ouders kunnen het niet kopen. Waar ik woon zijn er twee crèches daar. Die kinderen komen zonder brood, zonder pampers. En dat kan niet. Als mens kunnen we dat niet zien. De Bijbel heeft zelf geschreven, we moeten ons medemens helpen. Hè? En dit kan niet. Het regering moet nu zien dat dit echt niet kan en daarom ben ik de actie komen ondersteunen om de regering te vragen, heel beleefd, wat jullie aan ons, aan het volk hadden beloofd, laten ze dat doen. Zo niet, zegt de spelregel, we hebben jullie de mandaat gegeven, als jullie het niet kunnen, geef de mandaat terug naar het volk. Kijkers, u heeft het zelfs gehoord. De rode draad in dit alles was natuurlijk dat ze een beter aanpak willen hebben als het gaat vooral om het financieel beleid. Maar ook luisterend oor vanuit de regering naar de samenleving toe. De acties gaan morgen normaal door met het oog op de ultimatum die gesteld is vanuit de vakbond.